Nou, dames en heren, we gaan hier de Holtenberg op. En dit is een mooi natuurschoon gebied van Holten. Het verleden komt tot leven in het bedrijfsmuseum onder het voormalige hoofdkantoor van de failliete reisgigant uit Holten. Maar de vraag na het faillissement is wat er met de enorme collectie in de kelder moet gebeuren. Ja, ik had liever hier gebleven natuurlijk. Nooit bij nagedacht dat we hier ooit weg zouden moeten. Maar... De harde werkelijkheid is echter anders, beseft ook het bestuur van de Oudheidkamer in Holten. Wat ons betreft, als we met de curator eens kunnen worden over de overnameprijs, dan gaat het OD-museum naar de Oudheidkamer toe. En dat is volgens diezelfde voorzitter van de Oudheidkamer niet zonder reden. Het is belangrijk voor Holten dat het hier blijft. Het hoort gewoon bij Holten. Het was in de periode dat het streekvervoer was, dat de busonderneming was, was het zeg maar een middelpunt in Holten. En dat is het in feite gebleven. Er is een beetje een oorlogshoekje daar, hè? Kijk, dat is nog een oude houtvergasser. Terwijl Teun Willemink met een museumchauffeur aan de haal gaat, weet het bestuur van de Oudheidkamer inmiddels precies wat ze met de collectie wil. Nou, het is de bedoeling dat de collectie dus een eigen plek krijgt in een speaker, in de opslagruimte van ons. Maar daarnaast dat er dus een expositie georganiseerd wordt het komend jaar. Als opvolger van de expositie 75 jaar Muller. Maar dan moet er eerst nog zaken gedaan worden met de curatoren van het failliete OAT. Die willen €2000 voor de collectie hebben. Nee, dan moet het eigenlijk niet op misgaan. Maar ja, voor de Oudheidkamer is €2000 toch weer een flink bedrag. Dus we proberen toch wat daarvan af te krijgen. En hopen we dat op wat coulance van de kant van de curator. Voor een historisch buskaartje moeten mensen dan in het centrum van Holten zijn. Ja, dat is wel een goed alternatief. En ook voor een iets wat minder historische OAT-dame. Die dame gaat ook mee. Dus in principe gaat alles mee. Er zal best wel wat geschift worden, maar in principe gaat alles mee.